We staan bij Flip Jonkman en we staan bij de Rooms-Katholieke Kerk in Heino. En hier is een fantastisch evenement, de Open Muziek Estafette. Ja, inderdaad, de Open Muziek Estafette. We hebben dus koren en vereniging van, ook van buiten Heino. Eerst in instantie dachten we, nou, dat redden we niet met alleen koren uit Heino een hele dag. Maar ja, achteraf, het gaat prima. We hebben 22 optredens in totaal. Jullie hebben dit georganiseerd omdat je ontevreden was van iets in Raalte. Nou, we zijn niet ontevreden, maar het was zo'n één keer dat was uiteindelijk gebeurd. Kijk, ze vroegen mensen die dat de stokje wou overnemen. En toen heb ik me daarvoor opgegeven. Maar ik was de enigste. En toen werd het afgeblazen. Dus. Het stokje in Raalte? Ja, van de estafette. Ja, van de estafette. Het werd afgeblazen. Dus en toen Guus van Loofden Heer, voorzitter ervan. Nou ja, en ik als dirigent dacht van ja, eigenlijk moet het toch doorgaan. En toen hebben we dat hier proberen in Heino op te zetten. In eerste instantie voor in de hervormde kerk. Maar ja, daar zijn ze met de restauratie bezig. Maar toen hier de katholieke kerk, daar zijn we heel goed ontvangen. Dus ook met de kosten en beheerder van het Prochiecentrum. Dus dat is ja, ongelooflijk goed gegaan tot nu toe. Ja. Meneer en mevrouw, u geniet van deze opname, van deze muziek? Prachtig. Ja. Ja, we zijn pas gekomen hoor. We zijn de hele dag niet geweest. Maar ik vind die zangkoren, die vind ik geweldig. Echt waar. Ja. U heeft zelf niets met muziek? Of? Nee, echt niet. Ik heb vroeger als kleine jongen motorhoofd spelen. Ja. Maar geen, en een beetje op het orgel. Ja. U bent van? Zelfs vrouwenkoor in Weijen. Ja. En wat vond u van deze estafette om hier op te treden? Ontzettend leuk om eens een keer alle koren in de buurt te horen, ja. Ja, want ja. Dat is het natuurlijk ook, hè? Je ziet elkaar niet vaak. Nee, daarom. En daar gaat het ook om, dat je elkaar ook zo af en toe ziet. Ja. Hè? En ook eens hoort wat het andere repertoire is. Ja. Ja, dat vinden wij wel leuk. Ja. Altijd al gezongen? Als kind ook al? Ik heb altijd gezongen, ja, vanaf klein kind. Eerst op kinderkoor, daarna bij verschillende koren. Oratoriumvereniging gezeten en nu al de hele tijd bij Zalend Vrouwenkoor. En dat allemaal amateur? Allemaal amateur, ja. We doen wel ons stinkende best natuurlijk. Ja, ik zing bij de Stuwzangers en Flip is onze dirigent. En nou, ik vond het wel leuk om eens te horen wat hij hier zo doet. En ook met de andere koren. Wij zingen alle twee. Mijn vrouw zingt ook in een koor. Dus ja, we dachten, we gaan maar eens kijken vandaag hier. Het is vast mooi in de kerk hier. Mooi geluid natuurlijk. Een muziekestafette. Ooit wel eens aan meegedaan? Nee, ik had er ook nog nooit van gehoord. Wat vindt u van zo'n zoiets? Nou, ik vind het een heel leuk initiatief. En vooral omdat ook iedereen gewoon lekker kan komen kijken. En rustig nou ja, naar de muziek kan luisteren. De Stuwzangers doen dus nu niet mee? Nee. Maar ja, dat komt een andere keer misschien wel. Ja. Dat past ook niet zo hierin, denk ik, in de Stuwzangers. Dat lijkt mij zo, hoor. Maar die treden al zo vaak op misschien dat ze denken van nou, deze ken me niet. Dat weet ik niet. U geniet, meneer? Jazeker. Ja. Ja, hoor. U bent van Heino? En wij zijn van Heino. U bent specifiek voor iets gekomen of eigenlijk het hele evenement? Het hele evenement. En is het wat u ervan verwacht? Ik dacht het wel, ja. Ja. Doet u zelf aan muziek? Nee. Wat vindt u hier leuk aan? Nou, al die verschillende koren en
En een drumband vond ik leuk, ja. Ja. En misschien gaat u ooit zelf nog eens muziek in een koor? Of? Zou ik wel willen, maar ga ik niet meer doen. Nou, ik denk als de koren dat horen, zou ik wel willen. Dan denken ze, daar hebben we er weer iemand. Dat zou kunnen, ja. Was dat fantastisch? Wat was dat apart? Nou, graag gedaan. Ik vond het zelf ook heel mooi om in deze locatie te spelen. We hebben natuurlijk een mooi programma vanwege ons jubileumconcert, wat we net gevierd hebben. We staan 55 jaar en nou ja, dan wil je toch ook iets aparts doen. En toen hadden we Karel Kraaienhof te gast. Dus dat is natuurlijk heel bijzonder. En ja, je gaat geen nummer instuderen voor één keer. Dus we dachten, nou, vanmiddag kan hij mooi weer op programma. Dus vandaar. En daar konden wij van meegenieten. Ja. Dat hoop ik, ja. De jongen heeft een wat stoffig imago gehad misschien. Dat is dus niet meer zo. Nou, dat is eigenlijk ook nooit zo geweest. Maar mensen denken dat altijd van, ach ja, dat is een instrument waarbij je koren begeleidt met Medley van Seemans liedjes. Of in eerste instantie toen ik me hier aanmeldde, waren ze ook al zo van accordeonvereniging. Past dat wel? Nou ja, ik zei van het past heel goed. Want in Luttenberg spelen we vaak in de kerstnacht samen met de accordeonvereniging en een herenkoor. Dus nou ja, dat overtreft ook altijd de verwachtingen wel. En dus ik had zoiets van, nou, hij hebben we nog niet vaak gespeeld. Dus maar er is meer dan Zeemans liedjes, ja, veel meer, dat hoor je dus wel. Ja, ja, maar ook zoveel klassieke muziek die allemaal geschreven is voor accordeon. En maar ja, je moet een goede bezetting hebben en je moet mensen hebben die dat ook leuk vinden. Ik bedoel, als je alleen maar van Zeemans liedjes houdt, dan moet je niet bij ons in het orkest gaan zitten. Dat doen we ook hoor. We gaan ook naar bejaardenhuizen en we spelen ook daar een medley met Zeemans liedjes, maar het liefst niet. Het was heel fijn om eens wat anders van de accordeon te horen. Nou, daar ben ik heel blij mee. Dat was ook een beetje onze bedoeling. Volgend jaar weer komen? Ja. Ja, dat wel. En voor degene die het doen, voor de vereniging zelf en voor de club, vind je geweldig. Ze leven er helemaal voorop. Je kunt zo zien onder het zingen. Ja. Het zijn allemaal amateurs. Het zijn, ja, vanmorgen waren er ook een koren met professionele zangers erin. Maar echt een paar koren, die waren echt professioneel. Maar goed, je moet eigenlijk geen onderscheid maken. Iedereen moet eraan mee kunnen doen. En zo is het eigenlijk ook. En zo wordt het ook benaderd. Het is allemaal goed vandaag. De temperaturen zijn eigenlijk om in je tuin te zitten, ja, en de barbecue aan te steken om 5 uur. Ja. Maar de kerk zit vol. De kerk zit echt de hele dag
Dus vanmorgen om 10 uur, toen we begonnen, 8:30, zetten we de boeien klaar. En nou, om 10 uur, toen zat de kerk behoorlijk vol al. Dus nou, het is toch een vrij grote kerk. He? Geweldig. Ik wens jullie veel succes en wie weet volgend jaar. Ja, dat, als het nou, zo lijkt, dan komt er wel een vervolg. En dan misschien wel van 10 tot 10. Thank you.